Inderdaad erg interessant om erachter te komen wat voor klachten er onder de bevolking momenteel spelen. Wat wij weten uit de, ja, uit de aanhang van de WHO en de kennissenkring, dat bepaalde klachten steeds meer weer terugkomen, dat ze op elkaar lijken. Bijvoorbeeld steken in het hoofd, borrelen in de maag of bepaalde spiertjes die trekken, dat soort zaken. Dus dat kijken of de bevolking daar ook iets van merkt en ook erachter komen wat de mensen denken waardoor dat komt. Een ander ding waar ik erg benieuwd naar ben is de versnelling van de tijd, of in ieder geval de waarneming dat de tijd versnelt, die op dit moment heel veel mensen hebben. Daar ben ik ook erg benieuwd hoe dat ja, in de bevolking overkomt, hoe zij dat meemaken. En wat me ook erg interessant lijkt is te kijken hoe dat binnen bedrijven gaat. In bedrijven zijn er vaak deadlines, protocollen voor hoe bepaalde dingen verlopen, hoe bepaalde processen verlopen. En het lijkt mij heel interessant om erachter te kunnen komen ja, dat zij hun deadlines niet meer halen of wel, of hoe dat zich op hun uitwerkt. Oké, je gaat dit onderzoeken, je loopt binnenkort op de markt van Amersfoort. Onder andere, maar ook in andere steden. Dus ja, iedereen kan me eigenlijk verwachten en misschien zelfs voor de huisdeur. Of ik bel jullie op. Ja, als ik vragen heb, dan kom ik wel. Oké, u begrijpt, dit is een van de meest belangrijke onderwerpen op dit moment. Want het draait eigenlijk allemaal om energie. Het universum bestaat uit dimensies. En het woord dimensie, dat roept altijd de nodige vragen op. Dimensies zijn eigenlijk energieplateaus. Dus elke dimensie die je verder gaat, ga je een toontje hoger. En nogmaals, wij lopen er werkelijk dagelijks tegen aan dat mensen in problemen komen, met vragen zitten, niet weten hoe ze deze vragen beantwoord krijgen. En wij weten nu dat we de mensen de antwoorden kunnen geven en zijn er uiteraard erg trots op met het team wat we op dit moment hebben en die daar ook helemaal volledig klaar voor staan. Want dat zijn natuurlijk niet alleen wij, het zijn ook al die duizenden Nederlanders op dit moment die ons ook aan hebben gegeven dat men nu in wil stappen. Ja, dat men in wil stappen om de mensen nu te begeleiden door dit hele energetische proces. Hoe gaan we dit verder neerzetten? Want uiteraard hebben we in Nederland te maken met volksvertegenwoordigers en de politiek. Want we hebben nu ook het standpunt ingenomen dat het onze verantwoordelijkheid is om ook nu onze politieke kader, wat we in Nederland hebben, voor zover je het dan kader kunt noemen op dit moment, zeker in te lichten over deze veranderingen. We hebben inmiddels een mail klaar liggen, Jeroen. Ja, we hebben een e-mail samengesteld die richting de Kamerleden en onze minister-president zal gaan, waarin wij eigenlijk ook vragen of zij hun verantwoording willen nemen op het gebied van openheid van informatie en of zij op een goede manier de waarheid naar buiten willen brengen, omdat het nu echt tijd is dat het volk geïnformeerd wordt. Wij hebben onze hulp aangeboden in die e-mail, vrijblijvend, omdat wij beseffen dat de informatiekanalen die onze Kamerleden hebben ontoereikend zijn. Wij hebben deze kennis wel en bieden die aan onze minister-president onder andere om hem bij te staan in het naar buiten brengen van de waarheid. En daar zijn wij u als kijkers sowieso bij nodig, want ook u zal absoluut niet tevreden zijn over de informatie die op dit moment naar ons toekomt. Dus wij hopen ook dat jullie ons op een positieve manier hierin begeleiden en ook de stappen nemen om hierover te praten. 3 jaar geleden waren we bij Mark Rutte. Maar in tussentijd is er toch het nodige veranderd en bestaat Nibiru niet uit, dat is een kern geworden met, ja, ik mag wel zeggen honderden mensen. En daarbuiten nog weer heel veel lezers, dus daar kunnen ze ook niet meer omheen. Hoe doet Nibiru Health het? Nou, dat gaat echt heel erg goed. We behalen waanzinnige resultaten eigenlijk bij iedereen die binnenkomt. En het besef neemt ook toe dat gezondheid ook op een andere manier kan worden verkregen. Dus we bieden een alternatief aan met hoogwaardige technologie en bewustzijn om mensen de gezondheid terug te geven eigenlijk. En mensen in hun eigen kracht te zetten. Want het is vaak, mensen hebben vaak ook een stukje moed nodig om het op een andere manier te doen. Want als je iets hebt met je gezondheid of met je geestelijke welzijn, beland je in eerste instantie bij een arts. En daar wordt toch vaak gegrepen naar middelen die lichaamsvreemde stoffen bevatten die de symptomen onderdrukken. En wij hebben een compleet andere benadering, dus op basis van energie en lichaamsreiniging kunnen wij in een enkele week mensen heel stuk gezondheid teruggeven en positiviteit geven wat ze ook vast kunnen houden.
Dus ja, dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Ja, deze voor ons eerste legendarische uitzending van het Nibiru Avondjournaal is uiteraard een kennismaking met het team wat we hebben. Kennismaking met de onderwerpen die we gaan behandelen. We gaan vandaag niet echt in op onderwerpen, maar toch ben ik even nieuwsgierig of jullie ook nog wel iets is opgevallen in het nieuws vandaag. Ja, inderdaad. Vanochtend stond een artikel in het Algemeen Dagblad waarin eigenlijk geprobeerd wordt om het Roswell-incident te debunken opnieuw. Dat verbaasde mij een beetje en deed me eigenlijk ook wel lachen, want ja, een aantal weken geleden stond in het AD onder andere ook een artikel dat Roswell wel echt is geweest, het Roswell-incident, aan de hand van de FBI-files die toen vrijgegeven waren. Ja, in dit artikel werd het onderzoek van een Amerikaanse journaliste van Fox News werd gebruikt om het eigenlijk allemaal weer te ontkrachten. Ja, riep bij mij veel vraagtekens op. Het laat eigenlijk weer zien dat ze gewoon in de Nederlandse media maar wat erin zetten. En de ene dag is het dat en de andere dag is het dat. En een soort van lijn zit er volgens mij niet echt tussen. Ja, het zou nu ineens in plaats van om een luchtballon, om een Russische spionagevliegtuig gaan. Inderdaad. Nou, dan is het maar goed dat we er zijn, zodat we inderdaad nu de boel recht kunnen zetten. Dat is natuurlijk ook hetgene wat wij gaan doen. Dus dat is jou opgevallen vandaag in het nieuws. Belangrijk, het staat ook op de website vandaag. Is jou nog iets opgevallen, Jessica? Ja, we hebben weer een mooie ervaring binnengekregen van iemand die een concentratiestoornis enkel door middel van voeding verhelpt. Dus ja, als je inspiratie wil hebben om je gezondheid door middel van voeding naar een hoger niveau te tillen, ga even naar onze site, want we hebben weer een geweldig verhaal binnen. Oké, helemaal te gek. Jeroen? Ja, wat mij opviel vandaag was dat Japanse astronomen 10 objecten, Jupiter-achtige objecten, hebben ontdekt in ons zonnestelsel. Wat eigenlijk inhoudt dat die objecten die ze gemeten hebben zo'n zware massa hebben dat het de tijd en ruimte buigt. Dat kun je alleen maar verklaren door objecten die een massa hebben, vergelijkbaar met Jupiter, in ons zonnestelsel. Je kunt ze niet zien, het is puur te meten aan de verstoringen in het zwaartekrachtveld die objecten veroorzaken. Dus wat dat is, is alsnog een raadsel, maar zonder meer bijzonder nieuws. Ja, zeer bijzonder nieuws. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb het ook net ontvangen. We wachten het af. Ik heb een stuk op de website inmiddels zien staan, maar heb nog niet de mogelijkheid gehad om het zelf te lezen. Maar u krijgt op dit moment al een beetje een idee welke richting wij opgaan. We houden het en we maken het interactief, ook met jullie. Dus reageer, geef aan wat er in dit land gebeurt. Kijk in je omgeving, zodat wij dagelijks het laatste nieuws uit Nederland en uiteraard uit de hele wereld op een zeer spontane en enthousiaste manier brengen met een hoop positiviteit, want wij willen een nieuwe wereld met het team van Nibiru. Dit was het einde van het eerste Nibiru Avondjournaal. We hopen u dagelijks bij ons terug te zien. Tot kijk, tot de volgende keer.